vandaag komen de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar naar hier voor afsluiting van het project Filipijnen. Zij zijn ook al in Bokrijk in het Filipijnenatelier geweest. Ze hebben daar een fijne voormiddag of namiddag beleefd. En nu gaan we allemaal samen hier feesten om af te sluiten. Tweeën in zeer goeiemorgen, Mabu Hai. Ja, dat mag nog luider. Mabu Hai. Straks gaat de zomersteek van start. De fiesta is af, iedereen dacht. Mijn beste vrienden en vriendinnen denken dat het snijdt. Maar de beste kan winnen, de beste kan winnen. Fiesta in de barangay, in de noorden, in de stad. Isa Dalwatako, fiesta, Isa Dalwatako, fiesta. Je krijgt 3 minuten voor je klas. En op die 3 minuten tijd ga jij met je klas een soort van weergave geven van hoe jullie het project beleefd hebben of gezien hebben. En ik vond het eigenlijk vandaag heel mooi om te zien ook hoe die diversiteit binnen die verschillende groepen naar boven kwam. We hebben niet afgesproken van die gaat een dans doen, die gaat een liedje doen. Dat je toch zo heel diverse dingen te zien krijgt. Dat is eigenlijk het mooie. Alleen maar om te laten zien, wat vind je van mijn nieuwe kleren? Hoe vind je mijn nieuwe spullen? Wij hebben een lied geschreven. Een lied waar zowat de typische woorden van de Filipijnen die we geleerd hadden de voorbije week in verwerkt zaten. Dus wij hadden een lied gezongen met de hele klas. Met de bedoeling ook om alle andere kinderen van de andere scholen laten mee te zingen. Aan iedereen, Isa Dalwatatlo. Dat is 1, 2, 3, Isa Dalwatatlo. Dat is 1, 2, 3, ja, zo tel je tot 3. Je mag meedoen, ja. Babu Hai, dat is welkom aan iedereen. Isa Dalwatatlo. Dat is 1, 2, 3, Isa Dalwatatlo. Dat is 1, 2, 3, ja, zo tel je tot 3. Babu Hai, dat is welkom aan iedereen. Isa Dalwatatlo. Dat is 1, 2, 3, Isa Dalwatatlo. Hallo. Ik ben 12 jaar en woon in Davao. In mijn vrije tijd maak ik waaiers. Wij zijn net als jullie naar het inleefatelier in Bokrijk geweest. Hier enkele sfeerbeelden. Er zijn veel heuvels en bergen. Er worden meer dan 80 dagen gesloten.
Het is van de wijervan. Het was erg leerrijk. Het was leuk om op bezoek te gaan in de Filipijnen. Het is gewoon fijn om samen aan iets te bouwen in een gemeente. Dat bindt gewoon samen. Ik denk dat dat nooit genoeg kan gebeuren om samen dingen te doen. Alleen maar kijken naar hun en dan zie je, ze zijn heel enthousiast. En ook ja, leerkrachten die zeggen chapeau, want dat is echt wel iets wat ze echt nodig hebben voor zo'n schoonstrand te geven.